BNP Paribas Fortis stelt voor. Je hebt bijvoorbeeld een idee, ben jij de Messias of ben jij de duivel? Of ben jij... Wist je voor jezelf wat je speelde? Nee, absoluut niet. Nee, dat wordt niet gestipuleerd, wordt niet uitgelegd, wordt niet onderbouwd, wordt al zeker niet beperkt, wordt al zeker niet in een richting geduwd, integendeel. Wat er gebeurt met Alex, en dat is iets wat ik in ieder geval heel erg van hou, altijd al van gehouden heb, is het feit, of de manier waar ik in ieder geval van hou en waar ik bij hem ook voel, is een manier die, zolang dat je associaties blijft houden en dat je fascinatie hebt liever voor wat er gezegd wordt en hoe de situatie zit en hoe dat die zich verhoudt, hoe dat die luistert en dat daar een soort concreetheid op de moment telkens is, dan bouw je iets op wat is een totaal misschien wel vragen oproept en fascinerend kan zijn. En dat het pas een probleem zou zijn als iets te vaag wordt. Als alles een beetje zo surreëel, geen hout meer snijdt op het moment zelf, dat niet eens geen mensen meer worden, maar een soort geesten, dan wordt het wat flauw en dan komt het op glad ijs terecht. Maar dat laat Alex nooit toe. Die maakt elk woord concreet, maar niet zo ingevuld dat het overduidelijk maar één iets kan betekenen. En dat is een lijn die ik zelf heel graag bewandel en dat ik alleen maar met open armen ontving, zo'n soort manier van werken. Ja. Ja, er is geen enkel vraag die Alex wilt zomaar invullen of oplossen, omdat er ook iets, dat slaagt iets dood. En dat wil ook al zeker niet een soort moraal, een moralistische film maken. Want het zijn gewoon ingrediënten die je plukt uit het leven en uit dingen die bestaan. Om daar een verhaal mee te maken die tot de verbeelding spreekt, denk ik. Ja. Want er wordt ook heel dikwijls gevraagd over waarom dat dan nu juist bij zo'n welgestelde familie is. Dat wel zo'n rijke familie moet zijn. Dat is dan toch de decadentie die jij wilt aanklagen. Zo. Je zou het er zeker in kunnen zien en dat is ook legitiem om dat daarin te zien. Maar zoals ik Alex ken, heeft hij gewoon zo'n familie genomen, omdat hij dat een heel goede familie was. Dat een heel goede, voor zijn verhaal een heel goede familie was, als confrontatie met het zwerversbestaan van Borgman in het begin. Dat hij zoekt contrasten en ik denk dat hij gewoon naar interessante confrontaties zoekt om een verhaal op te bouwen. Dat zijn eerste bekommernis is. Dat hij als schilder denkt, ik ga hier rood zetten. Maar dat is niet van, ik bedoel met rood, die symbolische waarde, want hij heeft niet echt veel met symboliek. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.